Verwrongen staal- en plaatwerk. Van de loods aan de oostelijke randweg in Noord-Schouwoude is niets meer over. Rond 11:30 sloegen de vlammen huizenhoog uit het pand. Omwonenden hadden al snel door dat het goed mis was. Het begon allemaal met geknetter, zeg maar. Dus meestal steek ze wel eens vuurwerk af. Dus wij dachten, het is wel gewoon vuurwerk of zo. Maar toen ging ik dus uit mijn ramen kijken en zag ik hier allemaal oranje. En toen dacht ik, was wel een beetje raar. Mijn vader loopt naar beneden en die heeft meteen de brandweer gebeld. Ja, toen begon dat echt hard gaan. En al die vlammen kwamen boven de boom uit. En ik wou ook nog een paar gasflessen knallen. En de vlammen kwamen heel hoog. En toen wist je al dat het gewoon klaar was. Dat je niks meer, er is meer te redden viel. De eigenaar en de huurder van het pand zijn erg aangeslagen door de brand en wilden niet voor camera reageren. Eigenaar Henselmans nam vandaag met experts de schade op. Voor de huurder, Dionysus Show Systems, is het de tweede keer in 2 jaar tijd dat zijn bedrijf in vlammen opgaat. Ik wist alleen dat ze met lichtshows en concerten en zo bezig hielden. Ik vond het wel echt heel indrukwekkend, want er is helemaal niks meer van over. Ja, helemaal. Er is niks meer. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De verspreiding daarvan bleef beperkt tot op het terrein. Specialisten zullen dat opruimen. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.